Goedemiddag lieve vrienden, ja het is vandaag alweer maandag. Maandag normaal gesproken voor de oudere mensen de wasdag. Ja, dat deed mijn moeder vroeger ook altijd. Maar in ieder geval als eerste natuurlijk weer een welkom bij een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. En het is vandaag 16 september en ik zei al, het is maandag, wasdag. En het is 7 minuten over 1. Of Astrid komt, Joost mag het weten, ik heb nog niks gehoord. Nee, maar het maakt niet uit. Als ze niet komt, ook goed, want dan kan ik heel eventjes nog weg. Ik moet nog even de stad in voor aanstaande zaterdag. Ik heb even nog een vraag aan een andere winkel, waar ik mijn jurk heb gekocht. En daar moet ik eventjes raad en daad gaan vragen. En dat komt ook allemaal goed. Ik ga nou voor de diertjes zorgen. En koffie maken en een broodje maken. En dan komt alles wel weer goed. En ik ga vandaag renderen, ook dat. Ik heb het druk, maar op een rustige manier. Ik ga me niet de benen uit mijn lijf lopen, want ik ga van de rugpijn. Ik heb vannacht ook amper geslapen. Ik viel pas tegen 5:30 in slaap. Ik had mijn wekker 4 keer gezet. Ik heb alle 4 keren niet gehoord. Nou ja, dacht Jack Visser, hallo, loop maar door. Ja, toch. Mijn gezondheid gaat voor. Ja, en geen bakje koffie samen met iemand die niks drinkt. Want hij drinkt helemaal niks. Zelfs geen water. Af en toe, dat is zeer zeldzaam, dan vraagt hij er even om of mag ik een glas water. Nee, dan krijgt hij dat. Maar hij wil geen koffie, hij wil geen thee, hij wil niks. Nee, nou ja, dan niet. En hij zit hier hooguit 30 minuten. Ja, en minimaal een kwartiertje. Nou ja, en als hij toevallig wat te doen heeft, nou ja, met dat regen kan hij toch niet snoeien. Nee toch? Nee. Hè? Dat wil hij toch niet. Nee, hè? Nee, hè? Want dan is het nat. Ja. Lekker, hoe is je lekker van dat kindertje, meisje? Jongensie, tikkie, doosie. Maar oké, lieve vrienden, het is triest, donker, grijs weer hier. Hoe het bij jullie in het land is, weet ik niet. Ik weet niet waar jij woont, en ik weet niet waar jij woont, en ik weet niet waar jij woont. Nee, ik weet wel waar ik woon, ja. Maar hier is dus grijs, en waar het, hoe het bij jullie is, weet ik niet. Maar oké, het maakt er allemaal niet uit. Kinderpret niet drukken, dan ben je zomaar het zonnetje. Ja toch, doe ik ook. Maar oké, ik zou zeggen geniet van alles en tot straks. Ja lieve vrienden, ik heb mijn vest al dicht. Het is de jas nog aan en dan is het gaan met die banaan. Alleen dat Frodo moet natuurlijk zijn muilkorf nog om. Even niet leggen, lekker te slapen. Met een waakoogje open en die meneer die zit buiten. En die is aan het renderen. Nou ja, je ziet hoe snel dat gaat, die groene streep. Die is bijna halverwege. Kijk, daar gaat hij alweer. Dat gaat snel. Eer dat ik thuis ben, dan is dat ding ook al lang alweer klaar. Ik heb dat gelijk weer naar YouTube. En gelijk weer de volgende erin. En ik moet de camera weer leeghalen en er staat nog in de map dat ik nog uitzoeken moet. Dus ik heb nog genoeg werk te doen. Ja. En die zit zeg maar te likken en te doen en te bijten. En die rode daar. Die is lekker bezig. Aan het plukken en het doen. Hier. En geen vlooien te bekennen, hè. Geen ene vloot te bekennen. En deze meneer ook niet. Ik zie nooit niet wat. Hé? Kikkeboe. Grapjas. Je bent een grapjas. Ja.
Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik ga opschieten. Dan ben ik ook des te sneller weer thuis, want het is maar niks om eigenlijk weg te moeten. Nee, ik blijf liever thuis. Maar het moet toch gedaan worden. Ja, ik moet ook... als ik goede raad krijg, moet ik dat ook nog eventjes gaan kopen. Ja, maar dan doe ik het wel bij een hele goedkope winkel. Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis, zoals jullie zien. Dat ik in de schuur was, hoorde ik de telefoon gaan. Moet je even naar buiten? Kom maar. Kom dan. Kom dan. Goed zo. Doei. Nee, hoorde ik de telefoon gaan. Ik denk zomaar dat het Karin was. Maar ja, aangezien dat ik toen nog in de schuur bezig was en ik kan niet alles tegelijk, nee, toen was ik wazig, ook dat nog. Dus ik ben alles tegelijk gaan doen. Ik was zo weer. Ik heb het een en ander gekocht, dat moet ik er even uithalen eerst. En op tafel leggen. Nog meer? Wat is dat? Maar ja, waar ik ook om ging, dat kan ik nergens vinden hier in de stad, dan alleen maar op internet. Maar ja, dat ik vraag aan Karin daarna of zij het in Den Haag kan vinden. Misschien Den Haag wel, dat is een grotere stad dan hier. En dan komt het misschien ook wel goed. Maar ja, ik ben er in ieder geval. Ik heb, jullie zien wel wat dat is, hè. Ik ga het zo meteen even uitproberen. Hoe ik dat wil hebben. En, ik moest iets zwarts hebben voor onder mijn jurk. Dus ik heb twee dingen gekocht. Dus een lekkere warme mayo en een dikke panty. Ja. Dus het is of het een of het ander, maar dit is ook lekker voor van de winter, weet je. Oh, lijkt me lekker. Lekker warm. Maar oké, want ik zit stil, hè, op een scootmobiel. En dan moet je toch wel warm gekleed zijn als het zo koud is. Maar oké, ik ga Karin even bellen en jullie weten, ik ben er weer. Dus we gaan gewoon weer door en zo meteen even de video naar YouTube brengen. En dan komt het helemaal weer goed, ik zou zeggen. Later. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds avond. Het is 7:04 alweer. De dieren hebben al eten gehad. Ik moet nog wel, maar ik heb eerst even twee vlogs aan het renderen geweest. Ja, die zijn ook allebei al naar YouTube. Ja, en ik heb een plaatje gemaakt voor onze dierbaren. Dan moet ik even zien waar ik hem ook alweer heb. Die moet ik hebben. Open de mat. Die. Kijk. Is die mooi of is die niet mooi? Mooi, hè? Vind ik wel in ieder geval. Nou ja, en die zal ik vanavond dan weer op Facebook ronddelen. Dan hebben ze daar ook weer wat. En dan... dan moet ik ook nog van de week even een ander plaatje maken voor mijn eigen lieve schat in de hemel. En dat wordt dan weer iets persoonlijks en niet in het algemeen voor iedereen. Nee. Als ik wat voor mezelf maak, voor mijn eigen mannetje, dan mogen ze dat absoluut niet delen. Moet ik in opdracht voor iemand anders wat maken, met hun eigen foto erin, mogen ze ook niet delen. Nee, dat foto's delen van de persoon zelf mag je niet delen. Nee, dat is wet op privacy, hè? Ja. Nou, ik ben met koffie bezig. Ik ga mijn eigen eten opwarmen en een wijntje inschenken, want ik heb nog eten van gisteren. Dat maak ik lekker even warm in de magnetron. Suppan opzetten voor mijn vlees. En dan kan ik zo ook eten. Dat
wat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en voor later wel trusten, lekker slapen met mooie dromen en uiteraard weer gezond uit je bed komen. Ik zeg, zie jullie morgen. Doei doei!